Hey, ik kom even kijken. Het is maandag 29 september. Het heeft echt bijna 14 dagen geduurd voordat we eindelijk bij McDonald's eens een keer een hapje konden doen. We hebben er weer een gezien in Moskou, maar dit is eigenlijk pas de tweede. En die zijn vanmiddag om 2:05 aangekomen in Peking. En tegenover het station, daar zitten we nu, zit de eerste McDonald's. Hadden we ook al een andere gezien, dan zitten we hier schijnbaar genoeg. Nou, we zitten hier in Peking in een heel leuk hotel. Heel mooi. Internet is weer helemaal zo, dus de dagverslagen die gaan komen de komende dagen. Frank is helemaal blij. Nou, we zitten hier dus bij de McDonald's en speciaal voor Koen en Stijn had Frank een leuk poppetje mee willen nemen van een Happy Meal, maar helaas niet losgekrijgbaar, jongens. Dus je vader gaat waarschijnlijk morgen en overmorgen terug om hier de Happy Meals te eten om voor jullie poppetjes te scoren, als het lukt. Nou, morgen gaan wij voor het eerst op excursie. Onze nieuwe kids die heet Jack. En die gaat ons Peking laten zien de komende dagen. Dus ik zou zeggen, blijf het volgen. Oh ja, nog één ding. De prijs van een Happy Meal. Denk je? Geen Happy Meal, een Big Mac Meal. €2,5. Vanmorgen.